Ik stond daar voor die boekenkast, waar die nog lege boekenkast. En in het nogal ambitieus moment, zou ik willen zeggen, besloot ik de boeken op alfabet te zetten. Nou, ik stond daar zo met mijn zevende boek in mijn hand, een beetje zo puffend en hijgend zo voor die boekenkast. Want dat begin is een ramp, weet je wel. En toen kwam mijn jongste zusje binnen. En mijn jongste zusje die kwam binnen op, nou, zulke hoge naaldhakken. Op mijn net nieuwe houten vloer. Met zo'n jute boodschappentas van de eco-winkel over de arm. Weet je, zo'n hippe tas. En die zag mij daar bezig, zo voor die boekenkast. En die zei, wat ben jij nou aan het doen? Ik zeg, nou ja, ik heb besloten de boel een beetje onder controle te houden dit keer. Dus ik heb besloten de boeken op alfabet te zetten. Oh, zei mijn zusje, waarom doe je dat niet gewoon op categorie? Ik zeg, categorie? Weet je, hoe lang ben ik dan wel niet bezig? Weet je, hoeveel categorieën zijn er wel niet? Nou, zeg mijn zusje, wij hebben thuis maar 2 categorieën in de boekenkast. Zelfhulp en Hitler. Ik denk, nou, dat is top. Weet je, dat is overzichtelijk. Weet je, ik zwicht voor overzicht. Ik zeg, joh, dat gaan we doen. Dus ik zeg tegen mijn zusje, ik zeg, joh, waar heb jij Jamie Oliver dan gezet, bijvoorbeeld? Nou, zegt mijn zusje, bij Hitler. Ik zeg, hoezo dat dan? Ja, zegt ze, weet je, zoveel geld en te beroerd om even naar de logopedist te gaan om van dat geslift af te komen. Ik vind dat echt zo arrogant. Nou, ik zeg tegen mijn zusje, ik zeg, joh, Kluun, weet je, bijvoorbeeld, komt een vrouw bij de dokter? Ja, zegt mijn zusje, bij Hitler. Loopt ook slecht af, weet je, dat is. Nou ja, volgende vond ik lastig, had ik vagina-monologen. Nou, dat vind ik lastig. Zelfhulp Hitler, vagina-monologen. Nou, zegt mijn zusje bij Hitler. Ik zeg, hoe zou dat dan? Ja, zegt ze, tunnelvisie. Ja, nou, memoires van Felix Rottenberg. Ook bij Hitler, weet je, partijverraad. Nou goed, uiteindelijk, alles stond uiteindelijk bij Hitler. Behalve het Donald Duck vakantieboek. Dat stond bij zelfhulp. Ik denk, nou ja, dit is top, weet je. Dus mijn zusje die zei, nou, volgens mij kom je er wel uit zonder mij. Ik ben er weer van tussen. Maar met dat lijstje moest ik naar de Gamma. Hè? De Gamma. Hè? Het Walhalla van mannelijkheid. Het bastion van testosteron. De Gamma.